Zo, beste vrienden, de kerst op de taart. Nee, nee, nee het, bijna het laatste programmapunt. Waar de bruin heeft gevraagd, ja, kameraad, kunt jij ook geen voordracht houden? En dan heb ik gezegd, ja natuurlijk, want ik spreek graag. Uh, <laughs> en dan heb ik gedacht, in godsnaam, over wat ga ik het hebben? En dan heb ik gedacht over iets wat ik graag doe? En dan heb ik gekozen voor het thema How to Kill. Uh, How to kill. Wij zijn hier samen om te spreken over relaties. En de grootste relatie die een mens kan hebben naast de relatie met God is natuurlijk de relatie met zijn vrouw of de man. Het huwelijk. En de heilige Paulus die zegt: Het sacrament van het huwelijk is groot. En de heilige Paulus vergelijkt het sacrament van het huwelijk met de drievuldigheid. De vader en de zoon, de liefde tussen die drie personen, ook de Heilige Geest. God is liefde en het huwelijk is daar een afbeelding van. Ook een ander beeld dat de Heilige Paulus brengt, is Christus en zijn kerk. Christus en zijn kerk. Christus die zijn leven geeft voor zijn kerk. En de kerk ontvangt daarvan een vruchtbaarheid. En de kerk in eeuwigheid zal Christus beminnen. Waarom doet de kerk die liturgie, al die gebeden? Uit liefde. En het huwelijk is daarvan een, een voorafbeeld, een, een beeld. En de heilige Franciscus van Saals hij zegt. Het huwelijk is de kerncel van de samenleving. De kerncel, de basis, daar waar de samenleving uit groeit. Ook onze katholieke samenleving, onze westerse samenleving. En daarom, onze lieve vrouw. Niet te verwonderen, heeft gezegd: de laatste strijd zal gaan over de, over de familie, over de katholieke familie. De Satan, zijn bende, zij zullen trachten de katholieke familie uiteen te drijven, die te verderven, te perverteren. Als we straks door Antwerpen zullen lopen en we zullen vele dingen zien die tegen het huwelijk ingaan. Ja, zeer Zeker. Hè? En dus die strijd tegen het huwelijk en die wordt met groot succes gevoerd door de Satan. Om zo meer moeten wij het echte huwelijk naar voren brengen. Je waarde de Bruin heeft gisteren al vele getallen naar voren gebracht. En die komen overeen met mijn getallen. Dat betekent: als vijf op de zeven of zoveel op de zes huwelijken kapot gaan, dan is dat een succesverhaal en voor de Satan. En daarom, de voordracht gaat niet over mensen killen, maar hoe die killers die het huwelijk killen, killen. Hoe de killers van een huwelijk of van een relatie killen. Want dat moet ons tegenoffensief zijn. Dat wij niet in die situatie terechtkomen waar wij zelf een kapot huwelijk hebben. Een kapotte relatie hebben. Dus deze voordracht gaat erover, wat zijn die killers... En hoe moeten wij die killers bestrijden? Hoe houden wij ons huwelijk fris en gezond? Hoe maken wij ons huwelijksband sterker? En dat is belangrijk. Als je denkt, ik trouw en dan is de kous af, dan is het niet waar. Je zit je recht en afgerond aan het inrijden. En dus je moet je constant investeren, constant op je hoede zijn. En er zijn een paar killzones. Ten eerste, je eigen menselijke natuur. Hoe een mens in elkaar zit en vooral de mens na de zondeval. Het tweede probleem kan zijn: hoe zie ik het aardse leven? Waartoe dient het aardse leven? Misschien zit er een verschil tussen u en uw partner daar. Dat is een echte kilzone. Uh, als je daarin rondloopt, zet je eraan, zeker weten. Uh, dan ten derde, hoe ga ik om met mijn huwelijkspartner? Als je het beest bent thuis, dat gaat niet lang duren. En ik spreek nu al, eh, toch al enkele jaren uit ervaring. Ik kan u zeggen rechtstreeks uit een bichtstoel, maar ik weet de dingen die geharandeerd jullie huwelijk gaan kapotmaken. Van al die punten kan ik er namen en huwelijken naschrijven die jullie misschien ook kennen. En dan ook derde personen. Personen van, die van buiten het huwelijk komen, of ik kan zeggen anders zijn dan man of vrouw. Ja, is man en vrouw, maar, euh, maar we weten, die niet man en vrouw zijn in het huwelijk. Dus personen die er. Uit het huwelijk voortkomende kinderen of anderen. Okay. Gaan we dus eerst een keer over naar de problemen die onze eigen menselijke natuur kunnen voortbrengen? Dat zijn verschillende dingen. Ten eerste ons temperament. Laat me heel kort bij stilstaan. En jullie kennen de vier temperamenten. Eigenlijk zou het een verplichte studie moeten zijn. Ik weet niet, ik denk zelf, Pater Huizingem spreekt. Quasi zeker daarover bij de huwelijksvoorbereiding. Vele problemen in het huwelijk kunnen vermeden worden indien je je partner kent. Er zijn heel veel goede boeken die spreken over de verschillende karaktertrekken. Dus Een choleriker, een sanguineker, een melancholicus, een flegmaticus. Waarom handelt mijn man zo? Waarom is mijn vrouw zo hysterisch? Dat kan, als je weet waarom dat zij zo handelt, kun je je ook gemakkelijker u daarop instellen. En het, een van die, waardoor dat ons temperament een kilzoon is in het huwelijk, is dat een van de twee partners zegt: ik doe absoluut niets aan mijn karakterfouten. Ik ben wie ik ben, ze moeten mij maar aanvaarden voor wie ik ben. En als katholiek is dat nefast, is gedaan. Je moet constant blijven werken aan uw heiliging. Als je blijft ge, wie je zijt, zijt je ramp. Dan zit een ramp. Je moet jezelf heiligen, je karakterfouten bestrijden. Nooit zeggen: ik ben wie ik ben. Johannes de Doper in de Adventstijd, die krijgt de soldaten, die krijgt de Phariseërs, die krijgt die tollenaars en allen zegt hij wat zij moeten doen en vooral hun hoofdfout bestrijden. Dat moet je natuurlijk doen. Dat is, dat is een temperament. Het tweede punt kan zijn in een huwelijk, ik ga het ook niet lang over spreken, is het de gezondheid. Ik ken huwelijken die ten gronde zijn gegaan waar een van de twee partners ongezond wordt, dus ziek wordt, bepaalde kwalen krijgt en dan gebeurt het daadwerkelijk dat man of vrouw de andere in de steek laat. We moeten echt over nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mijn vrouw lief, bijvoorbeeld ziek wordt... Ik moet voor die kinderen zorgen. Wat zal ik doen? Wordt het mij te veel? Ga ik wegrennen? Of blijf ik? Of als vrouw, wat gebeurt er als mijn man echt ziek wordt? Ik ken voorbeelden waar een vrouw echt voor haar man heeft gezorgd tot op het laatste toe. Dat is een heel goed huwelijk geweest. Maar niet velen houden dat uit als ze niet bereid zijn op voorhand en zich die vraag al eens te stellen. Wat gaat er gebeuren? En vaak denkt men aan mijn partner gaan leven tot mijn 70ste, 80 jaar. En Alles gaat goed gaan en dan komen de kwalen. Maar die kwalen kunnen dan veel vroeger komen. Daar moet je echt mee rekening houden. Hm? En dan moet je je vragen: Ben ik bereid die werkelijke katholieke naaste liefde te beoefenen en mijzelf totaal te offeren? Hm? Hoe betaalt je in de hemel? Dat is door offers. Dat is niet door euro's, dat is de offers. Je moet offers willen brengen in het huwelijk. Hm? Een echt groot probleem in bestaande huwelijken door onze menselijke natuur, door onze gevallen menselijke natuur, is ons geslachtsleven. De omgang tussen man en vrouw, seksualiteit. We hebben er gisteren over gesproken. En die twee doelen van het huwelijk is kinderen als eerste en dan de wederzijdse bijstand. En dat is niet enkel maar dat de man die omkomt van de honger. Hè? Uh, dat de vrouw kookt voor hem, dat hij overleeft. Het is niet enkel dat, maar het is ook elkaar in het geslachtelijke tegemoetkomen. Huh? Uh, zoals gezegd, het huwelijk is geen oplossing voor de strijd voor de kuisheid. Het is niet, we kunnen niet zomaar alles uitleven. Maar in het huwelijk en moet je ook dat, die, dat geslachtsleven uh, onder controle hebben. En daar zien wij een groot probleem. En dat, dat is echt waar. De man heeft doorgaans een grotere behoefte... Naar het geslachtsleven dan de vrouw, ook op latere leeftijd. En daar zien wij een enorme struikelblok in het huwelijk. Vrouwen die daadwerkelijk onbemartig zijn, zo afschuw van de geslachtelijke daad krijgen, waardoor wij mannen krijgen die echt in serieus gevaar komen voor zonde en dus in huwelijksontrouw. We ja, zeggen het zo op straat ook, maar als je niet krijgt van je vrouw, ga ergens anders. Tenminste, allereerst waarschijnlijk op internet, bij jezelf dan, of nog erger, directe huwelijksbreuk met andere vrouwen. En dat is een struikenblok als er niet op voorhand ook in de, in de huwelijksvoorbereiding gesproken wordt over: kijk, hoe gaan we dat aanpakken? He, dus ook dat het duidelijk is, want we hebben huwelijken meegemaakt waar vrouwen of mannen dan zeggen: Ik wist niet dat het zo zwaar woog, ook dat diep, dat punt, het geslachtsleven in het huwelijk. He. En beide personen die zoeken dan zichzelf. Dan wordt de man die te veel wil, te raar wil, laat maar zeggen. En de vrouw die het zo zegt, dan moet ondergaan. Dat is ook verkeerd. He. Dus het, de oplossing voor dat struikelblok is. Een werkelijk respect voor de andere hebben. De ander niet als een gebruiksobject zien, als je zo het huwelijk binnengaat, is katastrofaal. Maar als een waardevolle persoon. Daarvoor heel mooi dat de, waar de Bruine schissen die mooie stappen heeft gebracht. Eerst het begeerlijke leven, maar uiteindelijk die persoon die het je graag moet zien. Die persoon. En ook in het huwelijk daar open over spreken. En wat is uw behoefte, wat is mijn behoefte? En elkaar tegemoetkomen in deze zaak. Natuurlijk, een van beide partijen kan altijd weigeren als de huwelijksdaad op niet-natuurlijke wijze en moet gevoerd worden. Of als er middelen zullen gebruikt worden die de ontvangenis verhoeden. Dan kan de vrouw, de man, zeggen nee. En het is niet heus altijd de man die zegt ik ga hier het condoom gebruiken of iets anders. Het kan rust ook en de vrouw zien die dat vordert. En die woorden van de heilige Paulus het lichaam van de man behoort de vrouw toe en omgekeerd. We zeggen het huwelijk is werkelijk het uw lichaam toestaan aan de andere. Beiderzijden, beide zijden, natuurlijk binnen de geboden. Maar dat is een enorm struikelblok in het huwelijk. En misschien geloof je het niet als je jong bent, maar als je Ouder wordt, hè, gaat je misschien uh, jammerlijker genoeg meemaken, Dat zien we vaak ook terug uh, in de bichtsstoel of bij de geestelijke leiding. En de twee die één vlees worden. Huh? En de heilige Franciscus van Saal zegt: indien jij enkel maar, dus te veel, iemand trouwt voor die schoonheid of voor die geslachtelijke daad, dus niet uit geestelijke vriendschap, dan lijkt gij op een persoon die niet onze lieve heer of onze lieve vrouw op de bruiloft heeft uitgenodigd, maar Adonis en Venus heel mooi gezegd eigenlijk. Dus brengt ook in het geslachtelijke, zoals Tobias en Sara in de Heilige Schrift, bespreek dat, bebid dat bijna. En het is de Heilige Lodewijk en zijn vrouw, Lodewijk de negende van de Kruistochten met Tunis, die met zijn vrouw die had een heel mooie relatie, ook kan zeggen het kusje geven, echt gewoon mooi met elkaar omgaan. En ook betreffend dit punt, op een gegeven moment in je huwelijk kan het zijn dat, je, dat het niet goed is om sociale redenen, economische redenen, gezondheidsredenen dat je geen kinderen meer kunt krijgen. Dus ook in je huwelijksleven moet je de kuisheid beoefenen, ook de onthouding beoefenen. Ik ken op tenminste twee huwelijken die gestrand zijn door uh, waar de vrouw niet meer kon ontvangen of zou sterven of zou ziek worden. En zij hadden nooit geleerd ook onthouding te hebben in het huwelijk. En dat is gesplitst van pure spanning. Dus dat punt is een huwelijksdoder als je het niet op voorhand goed bebidt, doordenkt en met elkaar bespreekt. Eh, dit is uh, een ander punt, of het fictie is of niet, ik weet het niet. In elk geval, op een bepaald moment kunnen personen raar beginnen doen. En dat is vooral rond die veertigste leeftijd. Dat is de leeftijd waar ik nu in kom. Mm. <laughs> We hebben nog geen 45 jaar. Hè? Dat is uh, 38. Hè? Maar zowel bij man als bij vrouw kan die vraag komen: was het dat maar dat ik heb of heb gehad in mijn leven? Als je 40 jaar oud wordt, begint je die vraag te stellen. Hè? Want uh, minstens de helft van je leven is al voorbij. En dan begint men plotseling alles te veranderen, inclusief je partner. Als je daar niet rijp genoeg voor bent om te beseffen, van kijk, euh, ook deze rijpere tijd, deze gevorderde tijd in het leven, heeft zijn schoonheid, heeft zijn eigen smaak. En dan begint plotseling ja, niet enkel rare auto's te kopen of rare hobby's te doen, maar ook te veranderen, zoals gezegd, van huwelijkspartner. En dat, is een, dat kan een probleem zijn. Dat is natuurlijk, dat is, dat, kan probleem, dat is een probleem in het huwelijk als je verandert van partner. So. Daarom als katholieke man, katholieke vrouw, zie ook die roeping in de verschillende stadiums van uw leven. En niet denken, maar de jeugd profiteren en daarna is de afgrond in. En dat is niet waar. Hè. Dat is een leuze van, van buiten in de wereld. Keren we terug naar deze killzones. Het tweede punt waar wij moeten op letten om ons huwelijk te laten slagen en niet te laten verderven, is de levensbeschouwing. Levensbeschouwing: hebben we hebben verschillende punten, verschillende zicht op het leven, wereldlijkheid in het huwelijk, opvoedingspunt, het geloof en de verdeling van de taken in het huwelijk. Dat kan voor spanningen zorgen, voor breuken zorgen in het huwelijk. Ja. Het kan zijn in het huwelijk, of voor het huwelijk liefst, dat je dan ontdekt dat een van beide personen een andere levensverwachting heeft. Stel nu, uw man die is uit, inderdaad, zoals we het gisteren gehoord hebben, op chique auto's. Traditionele families die hebben meestal geen chique auto's. Die hebben meestal minibussen. Schuif deur open, stam eruit, schuif deur toe, enzovoort. Misschien zelfs twee, twee minibussen. Man, mannelijke minibus, vrouwelijke minibus. En zo rijden wij naar de kerk. Als een van de twee personen nu een verschillende visie heeft, nee, ik wil mijn investeringen doen in vakanties, in, uh, in kledij, in juwelen, in auto's, in uh, huizen, dan kan dat zijn dat dat spanning vol, eh, vormt. Als jij de katholieke huwelijkspartner zijt en zegt: Ja, twee kinderen is eigenlijk niet de kerkelijke leer, maar eigenlijk meer, en die vrouw zegt: Nee. He, want ik uh, kan niet rondrijden zoals uh, like, uh, een boerka vrouw met lange rok altijd met zo'n ton aan, mij van voor, aan mijn buik. Uh, nee, dus dat kan echt tot spanning voeren. En daarom, je moet vanaf het begin die partnerkeuze daar reëel doen. Dat is wat De Bruin zei, je moet weten wie die andere persoon is. Wat is de visie van haar leven, of van zijn leven? Ook, zoals gezegd gisteren, die hobby's, het beroep, er zijn van ondergeschikt belang. Dus we moeten kijken naar in het huwelijk en wat zal mijn huwelijk succes succesvol maken en niet afbreken. Een groot punt voor jullie, ik heb net tegen Pater De Bruin gezegd, ik weet niet hoeveel geschiedkundigen hier zitten, maar we gaan de Sabijnse vrouwenroof doen? Weet je wat dat is? Op een gegeven moment stelden de Romeinen bij een feest vast dat ze de vrouwen sterk in de minderheid waren. Zoals hier bij TKI. En uh, dan hebben ze de oplossing gevonden. En ze zijn op een strooptocht gegaan in naburige dorpen en hebben de vrouwen daar weggeroofd. En dan ze geïmporteerd in Rome en dan was uh, de demografie stijgend. Um, en, uh, dus ik stelde de bruin voor om straks naar die modernistische kerken te gaan, naar de vrouwen te roven. En, uh, door naar hier te brengen. Goed, dat is geen goed idee. Dat is geen goed idee. En ook als je dat individueel doet, kan dat een probleem vormen. Niet omdat je vrouwen roof doet, maar omdat je iemand meebrengt in je huwelijk, mogelijk in een huwelijk die niet hetzelfde geloof heeft. En dat gaat dus, ik spreek dus niet over een moslim trouwen of een boeddhist of ik weet niet wat er allemaal rondloopt. Maar het gaat zelf, het brengt grote spanningen het huwelijk mee indien je niet iemand uit de traditie huwt. En dan nog... Hè? Je moet vissen in de vijver van de traditie. Of je moet al een bijzondere genade gehad hebben. Maar dat is al een bijzondere genade. Ik denk bij priesters: goed, we kunnen vertellen over een ontelbaar aantal huwelijken. waar één van de twee bij het huwelijk alles belooft. maar dan alles opgeeft. En jij staat er als katholieke vrouw, als katholieke man. Dat brengt echt problemen met zich mee. Gemengde huwelijken, eh, kennen zo gezinnen. De man belooft dan naar de heilige mis te komen elke zondag, en die komt dan mee, maar die zit dan daar zo van achter in de kerk. De meesten zitten allemaal zo in de kerk, maar, maar bedoel, hij zit dan van achter in de kerk heel de mis lang, vanaf de asperges mee, behalve als hij die kletswijwater krijgt, dan beweegt men, eh, en dan op het einde als men weg mag. Maar voor de rest zit die persoon als een zak misschien. En dat is een probleem. Als je zo iemand mee hebt in je gezin en je kinderen zien dat, wat denk je? Wie gaan ze volgen? Zo iemand die recht knielt of iemand die daar hangt? Dat is een probleem. Dus heeft die persoon al de juiste visie op de mis bijvoorbeeld? Je kent allemaal die film. We were soldiers. Ken je die film niet? Je moet meer film kijken. Eh, dus, en daar staat er dus een scène tussen een man en een vrouw in het huwelijk. En dan zegt dat klein kindje... Ja, ik zal wel methodist worden als mama, want dan moet ik zo geen gebeden doen. Dus het kind gaat altijd de mindere partner kiezen in, t, in het geloof. En dat wil je niet als katholieke deel. En besef dat. Eh? Daarom, ronduitweg, ik zeg het hier, geen gemengde huwelijken sluiten. En als je dat toch zou doen, dan moet je duidelijke garanties hebben over de opvoeding van de kinderen. De ander moet beloven dat de kinderen van A tot Z katholiek zullen opgevoed worden. Niet enkel gedoopt, maar elke week in de catechismus zullen gebracht worden. Door hem. Elke dag dat de rozenutje zal gebeden worden. Met hem. Het is, niet, het is voorbeeld, offervaardigheid enzovoort. Indien, we kennen zo drama's, jij het geloof zou opgeven, dan moet jij je laten scheiden van tafel en bed. Dat betekent, je huwelijk blijft bestaan, maar je hebt geen samenleving meer. Als de man zijn heidendom in je gezin binnenbrengt, of de vrouw, speelt geen rol, een van de twee, dan moet jij voor het ziende hij van je kinderen maatregelen doen. In extremis, dat is niet van dag één. Maar gemengde huwelijken mijt het... Absoluut zo goed als je kunt. Dan, dus je bent te snel, maar ook over verschillende beleving. Als je vaststelt, daarom zo belangrijk in TKI. Nu bij TKI is dat heel mooi te zien. Misschien zijt je nog geen koppel, maar je hebt iemand op het oog. De almozenier zegt: Ja, binnen vijf minuten het is Rosenutje." En uw lieflijke ridder die duikt niet op, dan moet je zeggen: Ja, dat gaat al niet veel worden. Maar nu is hij ontspannen, is hij zich volledig zichzelf. Hij toont zich zoals hij normaal is. En als hij het nu al niet doet, wie zegt dat hij het later dan wel gaat doen? Dat hm? daarom. Ander breekpunt is de verschillende opvoedingsmethoden. Ook dat kan een ramp worden. Ook hier kan ik onmiddellijk verschillende gezinnen voor ogen voeren waar kinderen zeggen: bij papa mag alles, bij mama mag niets. En de kinderen, wat gaan die doen? Die gaan de ouders automatisch tegen elkaar opspelen, waardoor de spanning gaat ontstaan en bij gevolg constante ruzies die uiteindelijk de scheiding of de uiteen gaan zullen bijbrengen. Of een van de twee ondermijnt de autoriteit van de andere. Bijvoorbeeld als papa iets zegt en mama lacht en zegt, kom maar hier mijn kindje, het is allemaal zo erg niet. Dan staat je daar als vader. Of een keer als moeder. Uiteindelijk doen de kinderen wat zij willen. Daarom op voorhand, als jij gaat huwen, nog voor de verlovingstijd. Je zit een goede pint bier aan het drinken en dan zegt: Kijk, Annemarieke, we gaan een keer spreken. Wat denkt jij over het mobiele gebruik, het gsm-gebruik van onze toekomstige kinderen? Hoe is uw visie? Of over de televisie? Wat denkt jij daarvan? Zullen wij een televisie hebben of niet? Wat denkt jij van de sportclubs van onze kinderen? De school? Hun manieren? Straf geven. Het zijn allemaal punten waar het echt heel erg slecht kan gaan op vele avonden tussen man en vrouw. Bespreek dat op voorhand. Zoals je zegt, ik kan meerdere gezinnen geven. Niet uit bij de moslims, maar van de traditie. Bespreek die dingen op voorhand. Als het serieus begint te worden. Daarom, je moet een eenheid vormen in je beleid. Als je voor uw kinderen staat, alle zestien. Je staat daar en je bent niet één. En je maakt een onzekere indruk tussen beiden. Dat is katastrofaal in de opvoeding. Men gaat doen wat men wil. De kinderen gaan hun weg vinden. Het is, zoals water, altijd de gemakkelijke weg. Ze zullen hun, hun ding verkrijgen. En daarom ook altijd elkaars autoriteit ondersteunen. Als er een afgeklopt wordt door uw man, ja, je moet het niet zeggen, je zeggen, we moeten niet zo staan en moet niets doen. Maar anders als, als er iets gebeurt en de man zegt is heel streng, of de vrouw is heel streng, en op dat moment denkt men, oei, misschien is dat niet 100% de juiste uh, oplossing hier. Niet op dat moment ingrijpen, tenzij dat er een gekild wordt. Hè? Maar voor de rest niet. de rest bespreekt dat s'avonds. En daarom, als er iemand bij mij huwt, je hij verplicht. Onder Ede. Ja, nee. uh, elke avond 15 minuten vergadering te houden. Uh, je steekt de kinderen in de, best, uh, in de nest. Deuren toe. De erin uh, en zet uh, er vanaf. Maar dan bespreek je met elkaar de dingen, ten eerste wat je meegemaakt hebt vandaag. Dat is al interessant. Misschien is dat het enige ogenblik of het eerste ogenblik waar je elkaar kunt spreken. Hè? Hoe was het? Oh ja, maar ik heb de auto in de prak. Dan pas kunnen we iets zeggen, misschien dat belangrijk is, want de kinderen vonden vorderen alle aandacht. Hè. En dan ook over de dingen die je bij elkaar hebt gezien. Je bent elkaar gegeven tot heiliging. Als je een fout bij de anderen ziet, bespreek bespreekt dat met honing. Met vriendelijkheid, maar wel met openheid. En dan pas kunt je de boer de volgende dag de fout die je gemaakt hebt in je opvoeding op een of andere manier, dat je samen hebt beslist of besproken, dat weer juist buigen. Maar niet op het moment zelf. Een paar weken geleden, echt een man die zijn vrouw publiekelijk corrigeert. Bij zijn van een dat kan niet. Huh? Ten eerste een vernedering voor de vrouw, maar de kinderen die erbij staan, die zien ouders publiekelijk ruzie maken, Dat is absoluut het einde nabij. En ook vaders, eh, vaders dat wil ik ook zeggen. Eh, de vaders moeten ingrijpen. En gij komt thuis, eh, uw vrouw is de hele dag thuis met uw zeventien kinderen, en. Eh, en het is totale chaos en je ziet dat je vrouw het einde nabij is, dan moet je ingrijpen. En zoals Wade ook zei, je moet jezelf kunnen wegcijferen op dat moment. Je wil in de zetel zitten en een pin bier drinken, maar je moet daar eerst je vrouw ondersteunen en orde brengen. De goede belonen en de kwade straffen. Geloof het niet, er zijn maar weinig mannen die dat doen. En de vrouwelijke, de vrouwelijke ding die zegt: Mijn man komt nu thuis, mijn man, mijn, mijn toeverlaat, mijn sterkte. Mijn held. En wat gebeurt er die in een lamzak En die gaan gaan zetten in zijn zetel. En liefst doet hij nog dat in een kamertje, de, de Mancave. Doet dan de deur toe waar die rebellen allemaal niet achterna kunnen lopen. En zij blijft met dat probleem zitten. En dat is erg, en dat brengt problemen zeker in het huwelijk. Hè. Dus mannen, jullie zijn de Abraham, de stamvader. En jullie moeten jullie stam regeren. Hè. Dat moeten we echt doen. Hè. Dan dat gevaar, verschillende opvatting over rolverdelingen. Het hangt een beetje bij hetzelfde neer. De man die zegt, de vrouw is mijn meid. En de man, dat komt ook voor in de traditie. De laatste jaren, dat was in mijn, mijn tijd nog niet bij TKI. ik Ben nog een vorderde leeftijd. In mijn tijd was dat nog niet waar wij allemaal zo sigaren rookten. Dat is niet slecht, hè. Maar, uh, ja. <laughs> maar, ja, goed. maar zo is die stijl nu gekomen. Hè. Je hebt die typische kleding, super. Hè. Uh, mooi gekleed als man. men heeft die dikke sigaar. En men is daar zo echt ja, die stamvader. Hè. En dan, men ziet, men kijkt ook daadwerkelijk neer. De kerk zegt ook: de man is het hoofd van het gezin en de vrouw is de meid. Dat brengt catastrofen in je huwelijk. En er zijn daadwerkelijk mannen in de traditie die eer die hebben. Hè? Ik ben hier het hoofd van het gezin. Ja. Hè? Maar niet als tiran. Niet als, als dwingeland. En niet onderdrukkend, niet verdrukkend. Dat is echt catastrofe. Hè? Als je vrouwen die echt afzien. Die, die, als we als priester daarover. Als de als de, de biechten spreekt daar natuurlijk niet over. Maar als je gewoon dingen ziet gebeuren, hij spreekt erover. Ik ken zo vrouwen, die zijn werkelijk heilig geworden door de dwingelandij van een man. Hè? En zij zijn toch gehuwd uit liefde? Niet om daar de grote katholieke traditie-man te spelen die het keer zal zeggen. En dat doen de Joden, dat doen de moslims. Bij ons is het anders, hè? luiheid van de man, dronkenschap van de man. Aan huh? de andere kant, om even stevenwicht voor de mannen uh, te vinden. Uh, die geëmancipeerde krengen. Uh? Vooral... Yeah. Uh, de de, de, de bruiloft heeft gisteren, dan mooi, niet mooi, maar door zwaarheid natuurlijk... ...gezegd de man is geraakt door de erfzonde... ...vooral in zijn geslachtsleven, laat maar zeggen. Zijn begeerlijkheid. Maar de vrouw, Eva, is geraakt in haar niet kunnen onderdanig zijn, niet haar plaats innemen. Gij zult zijn als God. En zij zei ja. En daar volgt uit heel die, uh, bij sommigen, uh, of die drang van dus dat evenwicht tussen man en vrouw te ontwrichten. En als een man moet leven onder een kring, uh, onder een die hem verdrukt, hem uitlacht, hem vernedert, wat ook voorkomt, ook meer dan het gedenkt, en dat. Is kapot, dan gaat het huwelijk kapot. Een man kan er niet uithouden bij iemand te blijven die hem constant vernedert. Een man, wil, een man is geroepen door God om die, groot, die stamvader te zijn, die beschermer te zijn. En als hij belachelijk gemaakt wordt, dan is het voorbij. Hier ook andere priesters hebben natuurlijk ook op Pater Huizen gevraagd wat hij van die dingen denkt. En een van zijn punten was, het te karig eten voor de man te karig eten van de man. Gelukkig te lachen, maar dat brengt huwelijksproblemen. Altijd. Daar komt een ruzie uit voort. Hè. Of, uh, een, of, of bij de man dan weer een huis dat gevoerd wordt als Sparta. Om 7.30 uur komt de, de grootste van 16 jaar tot de kleinste van 2,5 weken. moet daar een, geen wacht in de hal komen staan. En je kent dat, noemt dat spel daar van uh, die zangers daar? Die familie uit Oostenrijk? Huh? Ja, dat. Hè? Goed, ik vind dat wel tof. Hè? Maar als dat echt doorgedreven wordt, dat brengt problemen. Hè? Als er zo'n een, een Spartan met een helm constant in het huis loopt, uh, dat is niet goed. Hè? Daarom houden wij die godgewilde orde tussen, zoals kerk en Christus, beiden die elkaar beminnen, beiden die voor elkaar offeren, natuurlijk zoals de kerk ook aangeeft. In Grote beslissingen samen gedurende die 15 minuten. Maar indien, die, indien je er niet uitkomt, moet iemand het woord hebben. En als je hopelijk, beste vrouwen, daarom moet je achteraf kiest u op voorhand een verstandige man. Dat je je achteraf er niet moet over beklagen over de raren. Kiest u een man uit wiens beslissing jij kunt vertrouwen. Een man uit wiens beslissing jij kunt volgen. Die jij. Als ik het zware woord mag zeggen, kunt gehoorzamen. He? En daarom ook die vrouw, wees daar thuis het hart. Het hart. Zorg voor de gezelligheid thuis. En zorg voor smaak thuis. Zorg voor warmte. Zorg voor goed eten. Uw man, een katholieke man, die moet heel de dag. Als hij dat niet doet, moet hij hem niet kiezen he, om mee te trouwen. Hij moet heel de dag voor u afzien. Werken, geld meebrengen, verbeteringen aanbrengen in het huis, maar gij moet zien dat hij dat ergens geapprecieerd ziet. Huh? En ik ken vele gezinnen ook, waar de vrouw dat zo schitterend doet. Huh? Dat is echt waar, hè? Is, uh, waar, het, waar de vrouw het kloppende hart is. En het is echt prachtig dan die gezinnen te zien. Huh? Ja, ook uh, als vrouw geen stakerspost opwerpen. De vrouw, deur toe, weg. Voor drie, vier uren weg. En de man staat met alle pampers daar, dat hebben ze niet zo graag. Nee. En dus gewoon niet zeggen... Elke, elke geslacht heeft zo'n beetje zijn problemen. Maar het kan zijn, misschien rechtvaardig, dat de vrouw kwaad wordt, maar dan in het extreem gaat en de zaak laat vallen. Dat is verkeerd. Goed. Andere problemen in het huwelijk... Dat je voorraad moet bedenken hè, of aan werken, samen bespreken. Kijken naar de ander, hoe dat die is. Omgang en respect met elkaar. Zoals gezegd, ten eerste die karakterfouten. Daar hebben we net al over gesproken. Hè, maar euh, ja, probeert u daar gewoon aan te werken. En niet gewoon als twee steenbokken tegen elkaar te werken. Hè, dus Helpt elkaar, eh, corrigeert elkaar in alle eerlijkheid. Eh. Sta je fouten toe in eerlijkheid. En verontschuldig je niet altijd. Weet je, ik heb, eh, of iedereen, elke priester waarschijnlijk, mensen die dan komen uitwenen. En een van de twee huwelijkspartners die zegt, ik kan alles vergeven op één voorwaarde, dat de ander toch eens sorry zegt. Het spijt mij zegt. En in vele huwelijken gebeurt dat niet. Als je dat bij je relatie al niet opmerkt... ik kan zich niet verontschuldigen... ...of zij kan haar fout niet toestaan... Trouw er niet mee. er niet mee. He. Ook als je ziet dat de andere uh, buiten zinnen is... ...dat kan gebeuren... ...reageert er niet op. Ik bedoel, reageert er, er wel op, maar niet onmiddellijk. He. Je waarde Huisgem zegt... He. ...kook niet in woede, maar kookt in liefde. En dat betekent... Tel tot drie. Eh, ga iets doen. Pakt een pint bier en komt dan terug. Eh, en eh, en spreekt de zon uit. Laat, laat, laat de zon niet ondergaan over uw toren. Het gebeurt dus daadwerkelijk dat man en vrouw dagenlang niet spreken. Dat is verkeerd. Hè? Dat weten we. Hm? Ook niet zo, eh, dat komt ook voor, maar vooral dan bij, bij oudere koppels. Die gaan dan iets drinken met hun vrienden, als ze dat hebben. En dan begint de vrouw of de man zo grapjes te maken over de andere. Dat wordt niet geapprecieerd. Dat is niet sterkend in het huwelijk. spreekwoord zegt: Wie zijn neus schendt, schendt zijn eigen aangezicht. Dus als men. Als men iets te zeggen heeft, zegt de heilige Franciscus van Saals, zegt het in liefde gekookt. En als je een fout opmerkt, zou je kunnen zeggen, schatje, of uh, mijn schat, mijn koning, mijn, ik wat, mijn uh, bol, uh, 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 zou je een niet op dat punt kunnen letten. Uh, voilà, uh. Laten wij misschien. Misschien is het u niet opgevallen dat... Zouden we ons niet kunnen voorstellen dat. Hè? Dus geen verwijtende woorden. Dat doet je nu altijd. Hè? Dus erger u niet te snel, altijd direct. Hè? Ja. Dan. <laughs> Ik weet niet, maar wij als priesters wij gaan ook vaak naar rusthuizen. En dan zijn er geen misbeljes. Geen, en ook geen mister, ik weet niet wie allemaal. Er zitten zo mensen. Die komen niet van onder de brug. Hè? Dat is jullie toekomst. Daarom houd er rekening mee, ook als Pater de Bruin gisteren heeft gezegd: popemie blijft niet popemie. De aangezicht. Het kan niet zijn dat haar ogen zullen veranderen. Hopelijk niet. Maar. maar uh, de haar kan uitvallen. Dan mooie blonde lokken. Uh, of bruine lokken. Of ik weet niet wat, paarse lokken. Uh, uh, in elk geval, het gaat allemaal veranderen. Denk erover na. Waarom zoek ik die persoon? Waarom? Die vrouw die nu zo tussen mij en de deur er nog door kan. Binnenkort gaat hij meer een ton lopen. Hè? En die gaat niet meer zo, zo fris misschien wel, maar, maar niet zo, uh, zo, zo fijn uitzien zoals ze was. Of die man, die gaat ook zijn natuurlijke uitzettingen kennen. En uh, ja, dat verandert. Je moet, er iets aan, moet erop letten natuurlijk als beide huwelijkspartners dat je aantrekkelijk blijft voor elkaar. En maar je moet niet dat als hoofdzaak nemen. Hè? Geen Venus kiezen. Hè? Geen Venus. Hè? Daarom. Ja. Uh, het zijn vele mannen, zegt Pater Huizegems, die bij het begin allemaal mooi strak in pak lopen, netjes geschoren zijn, haartjes gekamd, die ze dan, dan nog rijkelijk hebben. Hè? Maar achteraf qua hygiëne, qua uiterlijkheid, qua kledij, totaal alles laten varen. Die gentleman, die de vrouw aangetrokken heeft, is volledig weg. Ja? Dus let daarop. Nu al, dat je dat echt in je persoon hebt en dat je dat niet doet. Ja, Pater Huim zegt dan nog, bepaalde mannen nemen afstotelijke manieren aan, zoals boeren en spugen. Ja? Dus, uh, let, trachten dus dagelijks, de oplossing is, dagelijks de anderen blijven veroveren. Blijven trachten aan te trekken. Door manieren, door omgangsvormen te hebben, geschenkjes, attenties. Je kunt het je niet voorstellen, maar hoe vaak dat men een man moet zeggen, kijk, allez, koop een keer voor je vrouw dit of dat, hè, doe een keer dat, zoek een een attentie. Hè, een bloemetje. nee, liever hebben ze een pakje chocolade. Ze geven, ze geven het niet toe, maar ze geven de pralines. Hè. Nee, en daarom ook... Uw huwelijksdatum of de verjaardag van uw vrouw of uw man met bijzondere luister vieren, zegt de heilige Franciscus van Saals. Het is katastrofaal. Het was gisteren of van de week nog in het nieuws. Een koppel uiteen omdat de man de vrouwelijke haar verjaardagsdag vergeten was. Dat sommige dingen kunnen treffen, kunnen zo wezen een druppel zijn. Hè? En let daarop. En zoals Isaac voor Rebecca, die constant in de Heilige Schrift, ze kent hij wel, hè? hoop ik, een beetje een zo oud Testament, zo Genesis. Hè? Isaac en Rebecca, Isaac die kocht verschillende juwelen, sieraden voor Rebecca, een neusring. En dat kocht hij. <laughs> dus ook jullie, mannen, onderhoud jullie vrouwtje, zorg voor haar, houd de relatie warm, nodig ze uit voor een etentje. Hè? Laat de zaak aantrekkelijk blijven voor haar. En blijf haar veroveren. Dan. De hoofdkiller is ook daarmee verbonden, is dus het laten vervagen, laten vervlakken. Tekortkomen aan tijd met twee. Er is een onderzoek geweest in de Verenigde Staten. De doorsnee-koppel. Hoeveel tijd brengen zij per dag gemeenschappelijk door? Goed, ik heb het niet afgenomen, maar het staat er hierop? op: 7,5 minuut. En Dat gaat niet verbeteren met de gsm in de hand, de gsm in de zetel, de televisie op de kast. we dus, kan wel naast elkaar zitten, net zoals op een. Uh, Pater de Beer en ik gingen gaan eten onlangs. Uh, af en toe onze onze, onze kokin meldt zich af en toe af. En dan moeten wij ook ergens zien te overleven. En Pater de Beer eet minder graag brood en pizza dan ik. Maar goed, we gingen eten en wij hebben een gezellig uh, eten. Wij eten, drinken enzovoort. Hè. En naast ons, niet onmiddellijk naast ons, maar een beetje verder, zit er een koppeltje. Die zitten aan tafel, een oud koppel, zo rond de 40, 50. Hè. En die zitten daar. En die hebben dus werkelijk niets gezegd dan gewoon. Ja, ja. Nee, nee. En die zitten gewoon te kijken, die zeggen niets. Kunnen we dat rekenen onder die 7,5 minuten? Waarschijnlijk niet. Maar 7,5 minuten is echt met elkaar bezig zijn. Dat is veel te weinig. Dus ook de man, een echte uitspraak van een vrouw, ook van traditie: ik ontmoet mijn man enkel maar s'avonds als hij gaat slapen. Of hij ziet mijn kinderen enkel maar tijdens het weekend. Dus je hebt verleerd naar elkaar te luisteren, zich te interesseren voor de anderen. Daarom en bewust regelmatig met elkaar in uw huwelijk tijd nemen om weg te gaan. Gevraagt u een meisje of een jongen van de JKI, je betaalt die dik en vet en je zegt, vrouw lief, de slee staat voor de deur, de minibus, we stappen in en we rijden samen weg. Niet voor een weekend, heel uitzonderlijk, maar we gaan naar een film. Beter nog als vroeger, toen we twintig jaar waren. Veertig jaar geleden, ja. Nee, hè. Ja. Nu gaan we naar de film, gezellig. Weet nog, naar de laatste rij. Oh, al die trappen, nee. nee. Dus gewoon samen dingen ondernemen. Samen een wandeling gaan doen. Samen jullie gemeenschappelijke hobby die jullie vroeger hadden gaan doen. Die plekken gaan opzoeken waar jullie elkaar hebben leren kennen misschien. En zorg daarvoor. Praat met elkaar. Uh, ja. Andere killzones, derde personen. Kinderen. Uh, uh, ik denk, daarom is het altijd heel goed als, uh, ik kan een beetje reclame maken, die waarde Bruin zal dat graag hebben ook, uh, altijd heel goed dat je in je jeugd met kinderen omgaat. Hè? Bijvoorbeeld bij het EK. He, binnenkort is het kerstkamp, zomerkamp, we zoeken nog mensen. Als je met kinderen leert omgaan, dan weet je, het kan een enorme druk zijn. Maar als je die habitus, die gewoonte al hebt, weet je hoe dat je daarmee moet omgaan. He, maar enkele jaren geleden, toen ik nog in Antwerpen was, ik heb bijna een moeder zien te samenbreken over drie kinderen. He? He, goed, ik kan er wel vanuit. Ja, een kamp is natuurlijk niet een standaard gezinsleven, maar toch, jonge koppels zijn niet. Direct voorzien, hoe ga ik met de opvoeding van kinderen om? Kinderen dat zijn egoïsten. Hè? Die doen constant waar zij zin in hebben, ook als het niet mag, ook al alles gebeurt. Het gekste gebeurt. Hè? En een jong koppel die kan er echt onder lijden en daardoor huwelijksproblemen ondervinden. Daarom ook daar bij het vorige punt bij. Haal misschien raad bij anderen. Ook wij priesters, wij hebben geen kinderen normaal. Hè? Maar een dokter moet ook niet alle ziektes gehad hebben om over elke ziekte te kunnen spreken. Dus ook vraag raad. Wat zeggen de heiligen over de opvoeding? Wat zegt de heilige Don Bosco? Wat zegt Johannes Cafasso? Als je ja, stress ondervindt met de opvoeding van de kinderen, waarom ze niet een keer op kamp meesturen? He, ook, uh, het wordt hier ook aangeraden. Ook Mosel Fijver zegt dat. In een, in een kamp kunnen kinderen andere gewoonten aangeleerd krijgen. En die komen dan beter naar huis. Eka. Ja. Uh, dat is de schoonmoeder. He. De schoonmoeder kan voor problemen zorgen in de familie. Gegarandeerd. Ik kan vele gevallen opzommen. He. Dat is een betere schoonmoeder dan die. Ja. Maar het komt dus daadwerkelijk voordat grootouders raad willen geven. Gij bent getrouwd, een moeder is daar, schoonmoeder is daar, gevlucht weg, maar je bent te laat, want zij kent uw laatste toevluchtsoord en achtervolgt u daarna. Zij oordeelt over alles, of grootvader oordeelt over alles, kijkt over de schouder mee constant, tonen zich bemoeizuchtig. Of zelfs als gevaarlijk, ook hier ken ik gezinnen die, die meerdere kinderen hadden. Natuurlijk, hè. zes kinderen, zeven kinderen. Wij priesters wij staan naar te kijken en wij weten, het zijn de grootouders die dat gezin vernietigen. Papa en mama trachten op te voeden. Papa en mama doen de grootste dwaasheid uit hun leven als een kind een gsm geven. Een mobieltje geven. Wat doen grootouders via dat kanaal beïnvloeden? En de kinderen die worden dan opgevoed zijn niet tevreden, klagen met de grootouders. En de grootouders beginnen dan verschillende dingen te geven, zelf in het geheim. Of om het geloof belachelijk te maken, of even, uh, kan zijn de schoonzoon belachelijk, of nou, de schoondochter belachelijk te maken. En ik kan u zeggen, van die zes kinderen van dat ene gezin, geen enkel kind is meer thuis. En de jongste is twaalf. Huh? die schoonouders of de grootouders, die hebben dat bewerkstelligd, dat heel dat gezin, die katholieke familie, vernietigd is. En beide vader en moeder in zak en as. Hè. Daarom, als katholiek koppel, en wees welwillend tegen de grootouders, hè, maar stel uw grenzen. Vraag raad, maar wees verstandig. En neem zelf eerst uw verantwoordelijkheid op, en verlang respect voor uw beslissingen. Bij ons, maar... Bij ons thuis vroeger was er een televisie. Ik heb mijn haar mogen paars verven. Maar bij ons gebeurt dat niet. Anne-Marieke gaat haar blonde lokjes blijven houden. Tot zij 18 is. Zolang zij hier onder ons zak leeft, gaat zij ons, onze regels volgen. En of oma dat nu wil of niet, speelt geen rol. Oma moet jullie uh, beslissing volgen. Huh? Anderzijds, zoals gezegd, je moet oma en opa niet buiten dwingen, want het is belangrijk dat die kinderen leren omgaan met verschillende generaties en ook de ouders van jezelf. uzelf en die, heb, die zijn de voorouders van uw kinderen. Huh? Huh? Wat moet je doen als het echt tot problemen komt? Dat is inderdaad het contact terugschroeven. En dat geldt ook met uw broers of uw zussen die niet van de traditie zijn, niet van het katholiekoloos zijn, dan moet je het contact terugschroeven. Of je brengt een verkeerde geest in je gezin binnen. We zijn er bijna. Hier zit Anne-Marie en hier zit Isabel. En Peter die neemt de hand van de andere vast achter de rug. Ontrouw. Ontrouw in het gezin. Wat is ontrouw? Dat kan een, een fantasie zijn. Als die wanneer zegt: kijk jij met begeer naar een andere vrouw. Dus met je ogen in uw kop en je denkt erover na. Hebt jij reeds overspel gepleegd? En iemand die zegt: oh, het is maar in gedachten. Misschien weet jij niet, maar in gedachten kan het dezelfde zwaarte van zonde zijn, ook al doet je het niet. Uh -huh. En daarom als katholieke man, katholieke vrouw moet je oppassen als een bepaalde persoon u zeer aangenaam wordt. Op een collega, een kennis, een gast op een feestje. Hij past op. En is dat dus niet, die ontrouw gebeurt dus niet alleen voor het beeldscherm zoals gezegd, maar vooral als het in het gezin moeilijk is op een van die andere punten die ik reeds genoemd heb. Wees altijd beleefd tegenover iedereen. Je moet niet zeggen. Oei, sis daar. Ze gaat mijn huwelijk doen breken, ik vlucht weg. Je blijft normaal. Je moet jezelf in de hand hebben als katholieke man of katholieke vrouw. Maar je houdt meer en meer afstand. Huh? Huh? En als in problemen, als het thuis moeilijk gaat. Dan, dan moet je niet zeggen. Ik ga mijn troost zoeken bij die nieuwe man, bij die nieuwe vrouw. Maar uh, de Heide Francisco van Saal zegt. Ik zie die persoon alleen maar in goede omstandigheden. He, op het werk. He, Poppemieke Mieke is zo braaf en zo lief en zo verstaand. Uh, hoe noemen ze dat? Zo, zij, ik kan u zo goed begrijpen. Maar ja, je hebt geen problemen met dat mens. Dat kan een groter uh, probleem zijn, die vrouw, dan je eigen vrouw thuis. Hè? Dus je moet dat samen doen. Ook uh, als je niet bij anderen, bij derden, raad gaat vragen voor een huwelijk. Uh, degene die de retraite van Ignatius al gevolgd heeft, uh, achteraan ligt de lijst voor binnenkort in jullie. Uh, Ignatius zegt, je gaat nooit zomaar raad vragen aan een zus of een broer of een van de beste vrienden van de anderen. Uh, Wees op uw hoede. Uh, Misschien heeft hij ook andere, belang, uh, andere belangen bij jullie scheiding, jullie uiteen gaan. Uh. Daarom wil ik jullie tot slot nog drie tips geven wanneer je dan naar buiten gaan. Ten eerste, altijd hetzelfde voor de paters natuurlijk, de vroomheid. Pius XII zegt, een gezin en ook verloofden, koppeltjes die samen bidden, zij groeien naar elkaar toe en zij zullen nooit uiteen gaan. Een gezin dat de rozenkrans bidt, kan niet uiteen gaan. Waarom? Bij de rozenkrans, ook al spreekt je niet met elkaar... Stel nu, je hebt iets misdaan als man en je vrouw is legitiem kwaad op je en zij ze zegt, ik kan een kwartier niet meer met je spreken. Hij zegt, we gaan de rozenkrans bidden. En dan antwoordt ze toch nog op je uh, eerste stuk. <laughs> <Heen en terug. laughs> dus je spreekt toch nog met elkaar en je ziet ook de deugden van de rozenkrans. Hè. Het was ruzie over ik weet niet wat, uh, het kind dat iets verkeerd gedaan had dit had. Kijk, en je bidt Jezus verloren in de tempel. Zei, als katholieke mannen en katholieke vrouwen, dat tientje aan het overwegen. Ons lieve vrouw die heeft geen scheldwoord tegen Jozef gezegd. En onze lieve meneer, nee. Jozef heeft niets gezegd tegen Maria van kwaads. Ze hebben samen dat probleem vastgesteld. Samen vastgesteld dat ze alle twee een fout zijn. En dus samen die zaak moeten oplossen. Na de Rozenkrans, als je met een goede katholieke man of vrouw getrouwd bent, is de waarschijnlijkheid groot. Had je gezegd: oké, okay, dat probleem waar we vroeger. Voor de rozenkans over gevochten hebben. ...en gaan we nu samen aanpakken in een andere geest. Dan, dankbaarheid voor elkaar. En blijven dank u wel zeggen. Zeggen, appreciëren wat de ander doet. Je moet als de vrouw constant aan huis op kuis. altijd voor de kinderen zorgt, dan keer haar vastpakken en zeggen: Goed gedaan, schat. Of denk je wel, man, dat je dat gedaan hebt? Stop contact dat je hebt aangewezen. Dat heb ik al twee jaar achter gevraagd. En het hangt wel scheef, maar je hebt dat goed gedaan. <laughs> eh? Dan steek je de stofzuiger uit, dan trek je dat er spel weer uit. Maar, goed. Eh? maar wees dus blij met elkaar. Apprecieer elkaar. Dat is heel belangrijk. Ik zeg dat altijd tegen de kinderen. Ik leer die strategieën aan om snoep te krijgen. Als een oude vrouw... Aan u snoep geeft, zeg ik tegen de kinderen. En je rent weg, is dat de laatste keer dat je snoep krijgt. Als je zegt dank u wel, en je kijkt zo bevochtigt die ogen. En dan kijkt je zo omhoog, dan krijg je de volgende week na de mis weer snoep. Eh? En zo is het ook met elkaar. Als je elkaar goed doet en dank dan gaat de ander ook je goed willen doen. En Dat is wat de liefde is. Liefde is de elkaar goed doen, zegt Augustinus. Eh? En dan Zoals gezegd, blijf elkander veroveren. Zie het niet als een fait accompli. Dat zeg, zeg niet, ja, ik heb poppemieke veroverd, ze is van mij. Het zit vast aan mij, want ze is toch katholiek. Nu kan ik doen wat ik wil. Eh? Mannen, pas op. Hè. Nee, hier staat er geschreven, een echte man. Een echte katholieke man. Zo kunt u het eigenlijk gentlemen vertalen. Eh? Bah, uh, dus laat zijn, verovert zijn vrouw niet op één moment, maar blijft. Hè. Hij behandelt haar niet enkel maar voor enkele maanden tot, we, tot ze zegt ja en stop dan niet. Nee, hij verovert altijd haar glimlach. Moet je vrouw doen lachen, blij doen zijn. Hè. En anderzijds voor de vrouw, en de meeste vrouwen willen een man al, die al succesvol zou zijn. Zoals wat de Bruin zei, een goede voetballer of een die al een sportkar heeft... Hè. Nee, nee, een echte vrouw. Die is dus onderdeel van die strijd die de man heeft. Om een succesvol te maken, om het te doen slaan, om samen een koninkrijk op te bouwen. Man en vrouwen samen. En als je dat allemaal doet, dan op een gegeven moment hier in de Hemelstraat, of in Utrecht, of in Gerren, of in Leiden, of gelijk waar plaatsje je ter wereld, dan gaan jullie de ring overgeschoven krijgen. En wat start als dit, wordt dat. <laughs> of je dat nu wil of niet, wat dan je dan? Goed, hey. in elk geval, het is, uh, kan een beetje een, als een negatieve voorraad overkomen, maar ik moet u bewust zijn, uh, ik wil u niet als een uh, blinde kip, of uh, hoe noemen ze dat, een struisvogel zoiets, in het huwelijk sturen, gewoon dat je je bewustheid en op voorhand doordacht hebt, dat je daar niet achteraf en met de miserie zit.